Hi, mijn naam is Jip en tof dat je weer kijkt naar een nieuwe cultuurvlog. Ditmaal ben ik alleen, want Blijde is nog op vakantie. En ik sta hier vandaag voor de nieuwe kerk, waar we al vaak hebben gefilmd. De reden is een heel bijzonder voorwerp in deze kerk. En dat is iets in de kwapstijl. En wat de kwapstijl precies is, dat ga ik jullie niet vertellen, maar dat gaat Reinier doen. Hij is de conservator van het Rijksmuseum. En we gaan dus zo de nieuwe kerk naar binnen. We gaan daarna ook nog naar de oude kerk. We zoeken het restauratieatelier van het Rijksmuseum. En we gaan naar het depot van de Lakenhal. Dus een vol programma en ik heb er echt super veel zin in. Kwab is dit, hè? Kwabben in je buik, zou ik maar zeggen. En dat is dat woord vanaf de 19e eeuw gebruiken we om iets aan te duiden uit de 17e eeuw. Ja, wat daar een heel klein beetje soms op lijkt. Het is door edelsmeden, door goudsmeden bedacht. Het zijn meestal kleine dingen, kleine zilveren voorwerpen of gouden voorwerpen die je in je hand houdt en die ja, eigenlijk helemaal een kwabding kunnen zijn. Het is een heel merkwaardig en origineel idee om opeens te denken, we gaan dat ornament gebruiken voor dit immense gebouw. En als je naar dit koorhek kijkt, dan zie je bijvoorbeeld ook eigenlijk heel goed dat de structuur van dat hek, dus de bouw, die zuilen en dat fries wat daar op rust, dat is eigenlijk heel klassiek. Dat is net alsof je naar een Griekse of een Romeinse tempel kijkt. Dat kwab zit er echt in. Dat is alleen maar, kijk, die stukken hier, die versierde stukken, waarvan je opeens denkt, waar kijk ik eigenlijk naar? Zijn dat huiden of zijn dat maskers? Kwab is echt een keuze. Het blijft altijd iets heel wonderlijks. Ook in de tijd zelf kan je niet zeggen, er was een moment dat echt iedereen kwab deed. Meestal zie je in kwab eigenlijk op heel veel plekken maskers en rare monsters opduiken. Ja. Wat mij heel erg opvalt aan dit koorhek is dat bijna niet aan de orde is. Dat zie je bijna nergens. Alleen hier op het allerlaagste niveau zie je zo'n soort masker verschijnen. Reinier, wat wordt de volgende stop? Onze route? Dit moet natuurlijk in heel Amsterdam een enorm onderwerp van gesprek zijn geweest. En de Oude Kerk was altijd een beetje jaloers op de Nieuwe Kerk. De Oude Kerk was ouder en deftiger, was de eerste kerk van Amsterdam. Maar de Nieuwe Kerk, dat was de hoofdkerk geworden, ging meer geld naartoe, is groter. Toch heeft de Oude Kerk het er niet bij laten zitten. Het heeft een tijdje gewacht, maar toen hebben ook zij een nieuw koorhek laten maken. Nou, zitten we op de fiets, moeten we stoppen, want volgens mij hebben we nog een kwab ontdekt hier in de stad. Dus hier boven eigenlijk een beetje hetzelfde als het koorhek. Je ziet een min of meer klassiek gebouw met klassieke pilasters uit 1645. En dan in de gevel opeens, eigenlijk nogal als een vreemde verschijning, maar het is absoluut uit dezelfde tijd, zie je echt zo'n heel kwabbige omlijsting met ook boven weer een masker wat lijkt te verschijnen. We zijn aangekomen bij de Oude Kerk en hier is een hele bijzondere tentoonstelling gaande waarvoor alle ramen zo met rood cellofaan zijn afgeplakt, dus de hele kerk is rood. Dus mochten jullie afvragen wat er aan de hand is, dan weet je dat. De Oude Kerk had een oud, uit de 16e eeuw daterend koorhek, maar goed, toen was natuurlijk dat prachtige koorhek van Lutma in de Nieuwe Kerk, dat moet toch gestoken hebben. En ze moeten op een gegeven moment toch gedacht hebben, wij moeten ook iets nieuws. Het heeft de traditionele structuur, het is dus gemaakt van hout. Ze konden niet dat geweld van de Nieuwe Kerk, waar het hele koorhek van geel koper is, daar konden ze niet aan tippen. Maar daarmee onderstrepen ze eigenlijk ook weer dat ze ouder zijn. Je ziet nu, je bent echt aan het eind van de eeuw, dan houden de mensen, willen toch dat hele fantasievolle, wil men eigenlijk niet meer. Men wil weer een soort klassieke regelmaat. Dus eigenlijk zie je dat die bogen een soort patronen gaan vormen die op zichzelf weer wat strakker zijn. En dit is eigenlijk in Amsterdam echt het laatste belangrijke monument waarvan je kan zeggen, hier speelt de geest van kwab echt nog een grote rol. Kijk, hier is ook de kwab, dus het is eigenlijk overal. Inderdaad. Dit is een grafzerk voor de telg van een grote familie, de Graaf, waar veel Amsterdamse burgemeesters uitkwamen. En het is wel zo dat in grafmonumenten en grafzerken kwab veel voorkomt. Dit is het mooiste stadspaleis van Amsterdam eigenlijk. Het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal. Een heel
klassiek gebouw, als een tempel. Eigenlijk een antwoord van de trippen op het stadhuis. En opeens zie je toch hele wonderlijke, ja, je kan niet anders zeggen dan kwabmaskers. Het blijft een heel verrassend iets om die dubbelzinnige, totaal niet gewichtige vormen op zo'n façade te zien opduiken. Ik sta nu op Den Haag Centraal en de reden is dat we zo'n afspraak hebben op een hele geheimzinnige plek. Namelijk het depot van Museum de Lakenhal in Leiden. En een depot, daar liggen natuurlijk hele waardevolle objecten in. Ik mag jullie dus ook niet vertellen waar wij nu naartoe gaan. Dus het volgende beeld dat jullie zien zal in het depot zijn. De reden dat we dit depot bezoeken is omdat Museum de Lakenhal als enige in Nederland voorbeelden bezit van goudleerbehang in kwabstijl. Ik ben Prosper de Jong, conservator kunstnijverheid bij Museum de Lakenhal. Hier zijn de drie goudleerpanelen die zijn uitgekozen voor de tentoonstelling. Die normaal gesproken eigenlijk in het museum in een stelkamer te zien zijn. Hoe uniek zijn deze drie panelen? Dat je dus een goudleerkamer, dus echt meerdere wanden met het specifieke goudleer uit de 17e eeuw nog over hebt. Dat komt niet zo vaak voor. Als je beter kijkt, zie je hier bijvoorbeeld kun je een kop in herkennen. Of zou je hier een dolfijn in kunnen zien. Maar het is dus met name die dikke kwabachtige onderdelen die maken dat dit zo in kwabstijl is. Ja. Het verband met goudleer is dat zilversmeden een ontwerp drukplaat maakte, waarmee dus dit goudleer in relief werd gedrukt. Want als je heel goed kijkt, dan kun je zien dat het eigenlijk geen vlakke plaat leer is, maar dat de decoratie, dus de vormen eigenlijk in licht in relief zijn aangebracht. Ja. Goudleer is dus eigenlijk geen goud wat je ziet, maar zilverblad dat is aangebracht op dat kalfsleer en daarna bedekt met een laklaag om dus oxidatie te voorkomen. Bepaalde onderdelen is heel veel geknipt en geplakt in de loop der tijd. Allerlei stukjes van andere vellen afkomstig zijn die er dan zijn ingevoegd. Dat heeft te maken met de verschillende plekken die het goudleer heeft gehad. Je ziet dat er heel veel werk aan is geweest om zoiets te maken. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dit als behang wil, want dat raak je niet zo snel op uitgekeken. Aan de andere kant is het ook wel vrij bepalend, denk ik, voor je interieur. Maar het is wel echt heel gaaf om te zien. En zeker op deze plek. We zijn aangekomen bij het restauratieatelier van het Rijks, want het kwab-ornament wat we nu gaan zien staat nog niet op zaal, maar wordt helemaal gerestaureerd voor de komende tentoonstelling. Dit is gewoon kwab. Dit is de definitie van wat kwab is. Het is een zilveren kan, hij is later verguld, die de Utrechtse zilversmid Adam van Vianen in 1614 heeft gemaakt. De broer van Adam van Vianen, Paulus van Vianen, die was goudsmid in Praag aan het hof van keizer Rudolf II, dus heel erg ver weg. Die ging dood in 1613 en toen zei het Amsterdamse zilversmidsgilde, de beroemdste zilversmid van Nederland en eigenlijk ook van Europa is dood, we moeten iets doen. En toen hebben ze zijn broer gevraagd om deze kan te maken. Hij wordt eigenlijk meteen het beroemdste kunstwerk van Amsterdam. Rembrandt zelf heeft hem nooit afgebeeld, maar Rembrandt had er wel een afgietsel van. En zowel de leermeester als leerlingen van Rembrandt hebben hem afgebeeld. En Rembrandt zelf heeft echt zelf kwab, vormen in kwab zelf bedacht. Hij beeldt Danae, een godin, af in een enorm bed dat helemaal kwabbig is. Je kan ervan uitgaan dat Rembrandt iets als dit veel mooier vond dan een schilderij van een beetje minder goede schilder. Ja, waarom nu de tentoonstelling? Rembrandt is voor het Rijksmuseum een hele centrale figuur. En als je Rembrandt wilt vermengen met of samenbrengen met de toegepaste kunsten, met de decoratieve kunsten, dan is kwab hetgeen waar het belangrijkst om gaat. De Gouden Eeuw, onze Gouden Eeuw, is ons kernverhaal. Dus het is eigenlijk het is natuurlijk iets wat er altijd is en het is een bekend verhaal. Maar aan de andere kant is het ook, je kan toch ook weer zeggen, het is een min of meer een onbekend gedeelte van de kunst van de 17e eeuw. Maar we hebben inderdaad ook het gevoel dat het heel erg duidelijk aansluit bij belangstelling nu die er is voor design. Mensen denken, nu wordt design als kunst gezien. Nee, dat was in de 17e eeuw dus precies zo. We hebben ook echt het gevoel dat voor mensen die in modern ontwerp geïnteresseerd zijn, dat het echt een eye-opener is om naar deze abstracte kunst uit de 17e eeuw juist nu te komen kijken. Ja. Het idee dat het eigenlijk heel actueel is. De titel van deze vlog is Kwab in de stad. En het heeft me echt zo verbaasd hoeveel plekken je terug ziet komen als je er maar op let.
Dus ik weet zeker dat ik nu met hele andere ogen door de stad ga fietsen. Maar ik weet ook zeker dat ik de tentoonstelling ga bezoeken die vanaf 30 juni hier opent en tot 16 september te zien is. Hier achter mij natuurlijk in het Rijksmuseum. Ik besef nu pas hoe belangrijk Kwab was in die tijd. En ik denk ook nog steeds hoe relevant het is vandaag de dag.